academie en mijn filosofie dus gaat eigenlijk over het loslaten van het mooie plaatje. Er zijn heel veel mensen die hebben van docenten geleerd hoe je moet schilderen. Het gevolg is eigenlijk wel dat die docenten aan honderden mensen hetzelfde hebben geleerd. Dus de eigenheid is verdwenen. Creativiteit, het knoppen omdraaien in de hoofden, komt bijna nergens aan de orde. Ik krijg in mijn academie dus mensen die willen graven naar wie ben ik? Waar zit mijn passie? En daar help ik mensen bij. Dus je mag best mooi schilderen of tekenen, maar het gaat erom wat je ermee gaat doen. Je passie schilderen en niet het mooie plaatje van de werkelijkheid. Ga buiten die lijntjes, zou ik willen oproepen. Ja, oké. Heel goed. Yes.